Hallo, Ajax fans. We zijn terug met een exclusieve video en het laatste nieuws direct uit Amsterdam. Voordat we beginnen, abonneer je op ons kanaal en geef de video een like. Zo blijf je altijd op de hoogte van het meest exclusieve Ajax nieuws. De aanloop naar de spannende confrontatie tussen Ajax en Karaba is opgeschrikt door uitdagende uitspraken van Kurban Kurbanov, de ervaren coach van Karaba. In een recent interview liet Kurbanov zich ontvallen dat Ajax' huidige team niet vergelijkbaar is met de gloriedagen van het verleden en dat ze kwetsbaar zijn dit seizoen. Deze provocerende woorden hebben ongetwijfeld de aandacht getrokken van zowel de spelers als de supporters van Ajax, die bekend staan om hun immense trots en loyaliteit aan de club. Terwijl de Ajax-gemeenschap reageert met verontwaardiging en verdediging van hun team, groeit de druk op de technische staf en de spelers. De vraag is nu hoe dit Ajax, geleid door hun eigen ambitieuze coach zal reageren op het veld. Analisten suggereren dat deze opmerkingen wellicht tactisch bedoeld zijn om de tegenstander uit hun evenwicht te brengen. Dit soort psychologische oorlogsvoering is niet ongebruikelijk in het voetbal, maar de directheid en scherpte van Kurbanovs woorden zijn zeker niet onopgemerkt gebleven. In de context van Kurbanovs eigen carrière, waar hij bekend staat om zijn strijdlustige en soms onconventionele aanpak, lijkt deze tactiek goed te passen. Als speler en coach heeft hij altijd de grenzen opgezocht van wat mogelijk is, vaak met succes. Zijn team, Caraba, heeft onder zijn leiding meerdere nationale titels gewonnen en heeft zich zelfs op het Europese toneel bewezen. Deze ervaringen geven gewicht aan zijn woorden en zorgen voor een extra laag spanning rond de wedstrijd. Ajax daarentegen heeft de laatste jaren een sterke focus gelegd op de ontwikkeling van jong talent en het versterken van hun teamdynamiek. Critici vragen zich af of deze recente uitspraken een effect zullen hebben op de jongere spelers van Ajax, die mogelijk minder ervaring hebben met dit soort confrontaties buiten het veld. Het management en de seniorspelers zullen waarschijnlijk een cruciale rol spelen in het stabiliseren van het team en het omzetten van deze controverse in een bron van motivatie. Naarmate de wedstrijddag nadert, stijgt de spanning. De voetbalwereld kijkt rijkhalsend uit naar deze ontmoeting. Die nu meer dan ooit beladen is met emotionele en tactische uitdagingen. Zullen de woorden van Curban of Ajax destabiliseren, of zullen ze juist dienen als de vonk die nodig is om het team naar een overwinning te leiden? Het antwoord op deze vraag zal ongetwijfeld zorgen voor een fascinerend spektakel. Maar voordat we verder gaan, vergeet niet om je op ons kanaal te abonneren en de video een like te geven. Jouw steun helpt ons om je te blijven voorzien van het laatste nieuws over Ajax Amsterdam. Deel ook gerust je mening over de onderwerpen in de reacties. Terwijl de spanning toeneemt, zijn de meningen van de Ajax supporters verdeeld. Sommigen zien de uitdagende woorden van Kurbanov als een onnodige provocatie die de waardigheid van hun club aantast. Waarom zou een coach zich op zo'n manier uiten als zijn team nog moet bewijzen dat ze op ons niveau kunnen spelen? Vraagt een gepassioneerde fan zich af. Deze supporters geloven dat de beste reactie van Ajax op het veld zal worden getoond, waar echte kwaliteit spreekt. Andere fans zijn echter minder verstoord door de opmerkingen en zien dit als een onderdeel van het spel. Het is allemaal psychologische oorlogsvoering, bedoeld om ons af te leiden, merkt een ander lid van de Ajax gemeenschap op. Deze fans vertrouwen op de kracht en voorbereiding van hun team en zijn ervan overtuigd dat Ajax sterk genoeg is om boven dergelijke tactieken uit te stijgen en zich op de wedstrijd te concentreren. Er is ook een groep supporters die de uitspraken van Kurbanov ziet als een kans voor Ajax om hun ware kracht te tonen. Laat ze maar praten, wij zullen op het veld laten zien wie de echte kampioenen zijn, zegt een jonge supporter enthousiast. Deze optimistische houding weerspiegelt het vertrouwen in het jonge talent van Ajax en hun vermogen om druk om te zetten in prestaties. Tot slot zijn er fans die oproepen tot kalmte en professionaliteit binnen de Ajax rangen. Ze benadrukken het belang van het behouden van focus en het niet laten beïnvloeden door externe commentaren. Ons team moet gefocust blijven en laten zien wat ze kunnen op het moment dat het er echt toe doet. Stelt een seizoenskaarthouder. Deze benadering weerspiegelt een meer strategische kijk op het geheel, waarbij het mentale aspect van het spel als cruciaal wordt beschouwd. Dat was het voor deze update. Als je de video leuk vond en exclusief nieuws over Ajax Amsterdam wilt blijven ontvangen, abonneer je dan op ons kanaal en geef de video een like. We horen ook graag jullie reacties en meningen. Tot de volgende video.